zijn in Café Die 2. Café Die 2 is op de Vreelandseweg 42 Nederhorstenberg. Het is hier altijd gezellig. Je bent lekker thuis. Maar dan met iemand die je bedient en die gezellig een biertje voor je inschenkt of een ander drankje. Geen zorgen en alleen maar plezier. Wij waren op zoek naar een ander huis en ik wilde heel graag terug naar het dorp. Toen kwamen we hier op het nieuwbouwproject in Overmeer-Zuid. Leuk dorp. Wilde ik de horeca in. Dus het heeft een beetje zo moeten zijn. Van het een kwam het ander. Vandaar dat dat ook onze slogan is. En wij liepen hier regelmatig langs. Toen zijn we op zoek gegaan. Wie is de eigenaar? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij dit kunnen exploiteren? Het meest opmerkelijk. De vijfde jam die we deden met de liveband. Toen waren er, volgens mij waren er wel 30 artiesten. Die allemaal op hun beurt wat speelden en zongen. En de vibe was geweldig. Zo energiek. En iedereen stond hier te dansen met de handjes omhoog. Ja, heerlijk was dat. We hopen in september die jam weer op te kunnen pakken. En dat zou onwijs gaaf zijn als die jam weer terugkomt naar die twee. Ja, ik vind een café vind ik heerlijk. Lekker Hollandse muziek, meelallen, dansen. Een drankje drinken, sociale contacten, praten met iedereen. Maar ook lekker op terras zitten, bakje koffie, appelgebakje. Ja, dat heb ik met cafés. Dat doe ik zelf ook. Maar ja, het blijft altijd genieten om lekker achter de bar of aan de bar te zitten in plaats van achter de bar te staan. Mijn eerste herinnering. Ik was een jaartje of 14. Nou, ik was nog jonger, denk ik. Mijn moeder die werkte in een café. Daar ging ik dan met mijn vriendje. Ik was een jaartje of 12, 13. En dan ging ik met mijn vriendje op het brommetje gingen we naar de Almere Haven, was dat. Om even bij mijn moeder aan de bar aan te schuiven. En dan kregen we natuurlijk geen alcohol, maar lekker frissie. Ja, dus dat was denk ik mijn allereerste ervaring in de kroeg. Het spannendste, ja, ik vind elk evenement wat we organiseren, is van tevoren altijd spannend. Omdat je nooit weet wat erop afkomt, hoe leuk het wordt. Dus dat brengt altijd een gezonde spanning met zich mee. Het was zeker een leven voor Café Die 2. Ook VD2 stond ik op de bouwsteig. Nou, onwijs leuk, heb ik ook enorm genoten in de mannenwereld. Vond ik heel gezellig altijd. Geen nonsens, maar gewoon lekker gaan. Alleen ja, op een gegeven moment moest ik toegeven dat ik toch vrouw ben. En werd het me gewoon te zwaar. Vandaar dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Van de steig klom en achter de bar klom. Maar we hebben natuurlijk zware jaren achter de rug. Dat weet iedereen met corona. We hebben wel steun nodig, want ik vind het onwijs leuk. Maar ik wil gewoon weer in een volle tent staan. En dat ervaren we nu nog niet. En wellicht omdat er te veel mensen zijn die niet weten dat we er zijn. Vandaar ook dat ik op HAJO jouw aanbod ben ingegaan. Want hoe meer mensen weten dat we er zijn, ja, hoe leuker dat wordt. En we hebben dit jaar jubileumjaar. Veel acties gaan we doen. We zijn druk bezig met de voorbereiding voor een grote actie voor de Oekraïne. Dus ja, nee, zeker. Weet je, als je niet bekend bent met ons en gewoon eens een avondje even wil kijken of even een drankje wil drinken, kom allemaal, want we hebben het hard nodig om het café levend te houden. Wij zijn op dit moment eigenlijk alleen open vrijdag, zaterdag, zondag. Van 4 tot het leuk is. We willen vrij binnenkort weer door de week open gaan. Ja, wat dat betreft altijd ons Facebook in de gaten, want daarop staat precies wat we doen, hoe we het doen, wanneer we het doen. En ook in de Weidemeren, het krantje van de Weidemeren, gaan we wat meer adverteren dit jaar. Dus hou het zeker in de gaten voor alle leuke dingen en acties die we hebben lopen.